aandacht voor sport. De top windsurfers uit onze provincie zijn deze week op trainingskamp in Friesland. Na het wereldkampioenschap in Australië van afgelopen februari was er vanwege het coronavirus geen mogelijkheid meer om in het buitenland te gaan trainen. Dus plannen de surfers in eigen land een trainingstage in. En verslaggever Han Dijkstra die nam een kijkje bij één van de trainingen in het Friese Heeg en praat daar met Lilian de Geus uit Almere. Ja, prachtig uitzicht hier dicht bij het Hegermeer in Friesland. Lilian de Geus, is het relaxed hier om te zijn? Ja, het is super relaxed. Een heel mooi plekje aan het water hebben we uitgezocht. Gisteren zijn we hier aangekomen met de windsurfplank over de Friese kanalen. Dus heel relaxed. Ja, is het qua weersomstandigheden ook een beetje te doen? Want volgens mij is er nog wat verschil erin, hè? Ja, we zaten een beetje te kijken naar hoe het weer uiteindelijk zou worden. Want ja, het weer kan je natuurlijk niet plannen. Maar uiteindelijk hebben we gisteren echt een hele mooie dag gehad. We zijn van Medemblik naar Heeg overgestoken op het nieuwe materiaal voor 2024. Ja. En toen zijn we in de Friese kanalen doorgegaan op het materiaal voor 2021 uiteindelijk. En zijn we hier aangekomen. Ja, dus wel een hele mooie dag. Dat is wel raar, hè? Want 2021 zit er nog tussen. Terwijl jullie eigenlijk al met 2024 bezig waren na de Spelen van dit jaar. Dus dat loopt dan wat dwars door elkaar heen. Leg eens uit hoe je daarmee omgaat. Ja, dat loopt inderdaad door elkaar heen. Dat is wel grappig, want 2 weken geleden hebben we ons nieuwe materiaal dus gekregen voor 2024. En dat is heel nieuw, heel spectaculair en heel gaaf om te doen. En we merken gewoon nu 2021 een jaar verschoven is, dat de niet-Olympiërs die stappen allemaal over naar dat materiaal. En daardoor zijn er best wel wat wedstrijden nu georganiseerd op dit nieuwe materiaal. En het oude materiaal, het Olympisch materiaal, die Olympiërs is best wel een kleine groep die geselecteerd is voor de Olympische Spelen. Dus wij denken als we nu een soort combi-programma gaan doen, om daar uiteindelijk ook beter van te worden voor Tokio. Ja, zou je het kunnen zien als een relatie die je bijna al beëindigd hebt? En je bent al bezig met een nieuwe relatie, maar deze relatie moet je nog even afmaken? Soms voelt het wel zo. Maar uiteindelijk is Tokio natuurlijk wel echt het doel. En daar wil ik uiteindelijk wel die medaille halen. Dus dat staat wel voor komend jaar op nummer 1. Ja, nu zijn jullie hier in Heeg, lekker aan het trainen, aan het fietsen. Leg eens uit wat jullie precies doen. Ja, we zijn dus dag 1 was begonnen 2 dagen geleden op de fiets. Om vooral ons uithoudingsvermogen te trainen. En ook een beetje een band te creëren met de jeugd. Want we zijn hier natuurlijk met de jeugd. We zijn hier met Kieran en Sil. Waar ik ook in Australië mee heb gezeten. En we zijn gewoon bezig met een week, een Nederlandse week eigenlijk. Het is heel Nederlands om eigenlijk door de kanalen van Friesland heen te toeren met de windsurfplank. Maar ja, je merkt ook dat de wind komt uit verschillende hoeken. Heel veel drukverschillen, dus er komen heel veel variabelen eigenlijk bij. En die zijn we dus nu deze week ook aan het trainen. Mm-hmm. En het is ook leuk. Mentaal is weer heel iets anders. Niet die standaard set die je altijd hebt. Dus het heeft gewoon heel veel nieuwe dingen. Ja. Normaal gesproken gaan jullie de wereld over. Scheveningen is jullie uitvalsbasis, zeg maar. Als je nou vergelijkt, hè? De Friese meren hier in Friesland aan het trainen, of Scheveningen of ergens in het buitenland. Wat is dan het verschil? Is het hier echt heel anders? Ja, je merkt wel dat het heel anders is, want in Scheveningen is heel open water. Je hebt stroming, je hebt hoge golven. En hier is redelijk vlak water. Je hebt kleine slootjes. De wind draait overal omheen. Je hebt heel veel drukverschillen. Dus dat is zeker even heel anders. Heel extreem hier in Friesland. En dat is gewoon voor ons nu wel ook wel goed om te trainen. Ja. Zometeen lekker de fiets op, denk ik. En dan gaat het team weer verder met trainen hier in Heeg. Want ze vermaken zich hier nog wel even. Ja, dat was Han Dijkstra in gesprek met Lilian de Geus uit Almere. Ja, de windsurfers trainen daar dus in Friesland op de Olympische plank voor volgend jaar. Want de Olympische Spelen zijn natuurlijk uitgesteld met een jaar. Maar ook dus op nieuw materiaal voor de Olympische Spelen van 2024. En tijdens die Spelen gaan ze dus foilen. En dat foilen is een nieuwe trend en laat de sporters zweven boven het water.